Nogmaals allemaal bedankt voor jullie inzet op de studio. Bedankt, het was een dikke eerste. Ja, het wordt afgenomen hoor. Bij mij. Vrouw Geugel. Op zo'n moment is het dag voor de vreugde. Ik had het wel mijn hondje, hè? Ja. Ook wat ik moet de kamzaken van de Burger. Is zo bang geworden, Piet. Is het in de stad? Is hij twee maanden geweest? Ze zegt, ik ga het toch weer proberen. Ja, of ik nog het vestje van wel is niet gehad. Er zat er ook nog aan een vestje bij, hè? Ik weet niet dat hij erin ging. Ja. Ja, maar hoe heb jij met die arm? Ja, ben er wel. Je kan hem niet door, joh. Die handen die zijn niks. Maar als hij met in die rug past. Want nou zit het wel even. Dan doen we die armen. Ja, dat is wel leuk. Tom, hij gaat er eerst niet naar buiten. Zat hij morgen maal niet. Hij gaat hem 11 uur nog niet naar buiten. Dan ziet een ander hem wel, maar hij niet. Ja, maar dan. Dan zou hij in huis zitten. Of zou hij daar nog? Ja, dat moet ik dan. Ik denk dat tegen die Klemanders, tegen de rekening van die Klemanders. Nee, we wilden hem hier naar huis in laten kijken. Nou? Met dat boompje, ja, dat is natuurlijk wel leuker. Dus dan wilden we even kijken of dat lukte. En dan gaan we naar buiten. En dan zitten Piet en ik in de morgenochtend. Wat vindt dat boompje leuk? Ja, dan moet ik tegenaan komen. Tegen dat leuke boompje hier? Nee, tegen die kerstboom. Kun je die bijna een dorpaal neerzetten? Dat is veel makkelijker. Ja, dat ze er dan aankomen, hoor. Ja, daar zitten ze dan. Je doet het toch morgen op de dag? Ja. Maar doe maar bij het boompje. Doe maar bij het boompje. Kan dat? Ja, dat kan niet. Tuurlijk wel. Ja, hoe wou je die vast aanmaken? Dat is toch zonder bij je boompje? Ja. Ja, dat kraakt hij aan. Moet je kijken hoe mooi dat staat. Tuintje recht langs. Zo, geef dat. Schitterend. Heel mooi. Jopie moet ook zeker even kijken. Jopie, leuk hè? Van jou wel alles zo weer weg hoor. Ja, je kind kan maar regenen. We leggen hem in zijn bed. Hij gaat vandaag aan de bed. Morgen ook het nachtje weer. Hij gaat naar bed.